Hey jongens! Oeps! Waar is mijn luidruchtige jongen? Waar is mijn rijke prinsje? De rammelaar werkt niet. Hoe zit het met het geld? Oh, hij is net als zijn vader. Geld is het beste speelgoed. Munten zijn zo ontspannend. Toch, kiddo? De uitvinder van de Pop-It. Huidige netto-waarde $700.000. Hmm. Ik moet iets geweldigs bedenken. Ik kan het voelen. Een beetje meer. Ik moet kalmeren. Met een stressverlichter. Oh ja. Mijn creatie is klaar. Ik noem het de Pop-It. Ontmoet de koning van de stressverlichters. Ja! Wie wil er een nieuwe Pop-It? Ik! Dit is mijn droom! Mag ik er een paar? De appel en de dinosaurus. Ik hou hiervan. Nieuwe netto-waarde, $1 miljard. Een IT-investeerder, netto-waarde, $1,5 miljoen. Een persoonlijke robot, naar de badkamer alsjeblieft. Poets mijn tanden. Met gouden tandpasta om mijn tanden te laten glimmen. Een gouden tong met een diamant. Woonkamer alsjeblieft. Ik moet me omkleden. Oké, niet slecht. Programmeur. Nettowaarde $2 miljoen. Oh, ze is prachtig. Hallo, trakteer jezelf. Het is op mijn kosten. Oh, excuseer mij. Eén momentje. Ik heb water nodig. Dat is beter. Nu kan ik blijven slapen. Ik voel me beter. Eén momentje. Er waren hier ergens bloemen. Geweldig. Deze zijn voor jou. Hier. Oh, dat is zo lief. Dank u. Wat? Heb je een afspraakje in je slaap? En die met mij? Dat is het. Schat, ik ga je laten boeten. Valsspeler. Wat een nachtmerrie. Deze zijn voor jou, schat. Ontmoet Freddy en Sean. Wie van hen is een echte miljonair? Wat denk jij? Vertel ons je beste gok in de comments. Hier is het antwoord. Tel hoeveel al hun spullen waard zijn. Reageer dan hieronder en vertel ons of je het goed geraden hebt. En ik? Ik ga eerst. Abonneer je op ons kanaal. Reageer hieronder welke miljonair jij het leukste vond. En klik op Vind ik leuk. En de bel. Dit is zeker de zieligste miljonair op de Forbes-lijst. Hier is de kluis. Geweldig! Oh, supermiljonair. Help me! Wat? Dit is het duurste cactus in de wereld? Oh, hier is een betere vangst. Geld! Meer! Betrapt!
supermiljonair en superagent. Het zijn echte helden. Ik ben bijna bij het doelwit. Bijna. Liefje, ruim je kamer op. Mam, onderbreek me niet. Ja, ik heb gewonnen. Ik ben de kampioen. Liefje, kan je stil zijn? Hou op. Alsjeblieft, mam. Oké, je mag zoveel schreeuwen als je wilt. Apple's creatieve directeur. Netto waarde $1,8 miljoen. Geef me een nieuw idee. Bal, ik kan niets bedenken. We moeten wat doen. Telefoons nog dunner maken? Nee, ik heb een snack nodig om mijn hersenen te voeden. Yeah, ik weet het. Apple sokken. Geweldig. Netto waarde $1,9 miljoen. Oh man, de batterij is leeg. Een beroemde influencer. Netto waarde $1 miljoen. Hoi. Nee. Hoe gaat ie, jongens? Nee. Wat? Ik ben een abonnee kwijt. Nee, nee, nee. Ik moet hiermee stoppen. Een leuk liedje over mijn fantasieleven. Nee, dat helpt niet. Ik zal een magische truc filmen. Dat zal de betrokkenheid verhogen. Nee? Niets werkt. Mijn miljoen abonnees verlaten me. Pakketje voor jou. Wow, wat is het? Mijn favoriete speelgoed. En een loterijticket. Eens kijken. Nee, ik heb geen geluk gehad. Wie is het? Ik heb de nieuwste Pop-It. De stressverlagende speeltje zal je zeker nodig hebben. Nee, ik wil het niet. Wil je in plaats daarvan een loterijbriefje? Oh, tuurlijk. Bedankt. Wow. Eens kijken. Ik heb weer verloren. Cola en popcorn alstublieft. Alsjeblieft. En een bonus loterijticket. Wil je het? Ik heb echt pech. Oké, wow. Ik heb $1 miljoen gewonnen. Wat? Niet eerlijk. Zag je dat? Lucky me. Toevallig een miljonair. We willen alles hebben, alsjeblieft. Voor mij en Sir Richard. Ik wil een slordige paardenstaart. En een blow-out voor Sir Richard. Richard de hond. Netto waarde $1 miljard. Een manicure voor mij en voor Sir Richard. Dank u, we zijn klaar. We hebben ons geamuseerd. Toch, Richard? Betalen. Bedankt. Volgende maand zijn we er weer. Hallo, ik wil graag een koffie alstublieft. Hebberige Billy. Netto waarde $1,2 miljoen. Eens kijken wat ik kan bekritiseren. Tafelkleed. Keukengerei. Is deze bloem echt? Hier is uw koffie. Wacht even, laten we eens kijken. Dit is kleiner dan een normale portie. Het is niet heet genoeg. Ben je me aan het oplichten? Dat spijt me zo. Hier is een gratis toetje van het huis. Excuseer ons, alstublieft. De schulzige Billy geeft nooit 1 cent uit. En jullie?
abonneer je op ons kanaal. Like deze video en klik op het belletje. Mis geen hilarische nieuwe video's van Woohoo!